Ik had eerlijk gezegd het idee dat ik er heel anders bij zou staan op dit moment. Na de eerste 10 minuten die jullie hebben overleefd in deze heksenketel, had jij zelf het idee dat er meer in zat? Ja, de eerste helft, wat ik zeg, na een moeilijke periode deed het wel goed, denk ik. Het enige wat ontbrak was echt de snelheid en de keuzes om echt voor de goal te komen. Ik denk dat voorrust toch wel het probleem was. Hebben jullie het idee gehad dat jullie overrompeld werden door de energie in het stadion? Want ik had zelf het idee dat de Ajax supporters waren niet te horen. Hadden jullie daar last van? Nou, natuurlijk merk je het maar. Ja, ik weet niet of het daardoor komt. Dus we waren heel slordig en ik denk dat meer het probleem was dan de rest, zeg maar. Wat ik heel erg merkte was dat vanuit de verdediging dat hij meteen naar de aanval ging. Eigenlijk werd het middenveld overgeslagen. Hoe zag jij dat? Ja, klopt. Ik denk zeker eerst wel was Richard Lee of ik waren altijd vrij. En ik denk heel veel laten liggen daar. Qua kansen, beide kanten is er niet heel veel gebeurd. Ja, klopt. Zij beginnen een paar en wij een paar, een paar mogelijkheden om echte kansen te creëren. Maar dan was de keuze niet goed of de aanname of de paas. Dan kom je bij weinig tot kansen. Leg de vinger dan eens op de zere plek. Waar ligt het dan aan? Is het dan aanvallend vermogen deze avond? Wel in die momenten dat we gevaarlijk kunnen worden, doen we het niet goed genoeg. Dat is vanavond wel de kwaliteit die er dan even niet was. Nee. Er zou sprake zijn van El Ghazi in de spits en Schöne op rechts. Ik had het idee dat vooral Schöne in de spits was en El Ghazi op rechts. Waarom was die keuze op dit moment zo gevallen? Ja, door die twee grote jongens achterin. Die wilden eigenlijk met Lassen een beetje tussen de linies gaan spelen. Ik vond ook wel het eerste al dat hij redelijk vaak vrij was. Dan is het weer spelen we hem in of niet. En ik denk dat we dat te veel laten liggen. Je hebt twee punten. Je had op 5 kunnen komen. Molde stond 2-0 voor. Hebben jullie daarna gekeken? Hoorde ik net. Die hebben gewonnen. We moeten de volgende wedstrijd eigenlijk wel winnen. Je gaat Fenerbahçe nog thuis. Wat verwacht je ervan als je deze ploeg nu uit hebt gezien hier in Istanbul? Ja, dat is natuurlijk geen slechte ploeg. Maar ik denk dat het niet kan zo zijn. Ik wou zeggen, je hebt alle kansen toch? Ik bedoel, als je afgaat van vanavond. Als je er 1 in legt, dan wordt het een heel andere wedstrijd. Ja, klopt. We moeten ook gewoon voor de winst gaan. En ik denk zeker dat het mogelijk is. Jullie blijven in de Europa League? Ja, dan moeten we wel winnen de volgende. Nou, wel thuis en rust in de oren. Yes, dankjewel.